Goedemorgen Danique, welkom in Mama Tentaki. Goedemorgen, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, Danique, en, de NPS die is echt bezig. En je bent de afgelopen tijd vaker geweest met de verschillende zaken die jullie organiseren. Maar toch, voordat we komen naar het volgende standpunt. Het volgende ding dat jullie hebben, onlangs hadden jullie het congres, waar er toch wel belangrijke zaken naar voren zijn gekomen. Het standpunt is uiteindelijk bekend van de NPS. De NPS blijft binnen de coalitie. Als voorzitter van de Jongerenraad, hoe kijk jij zelf terug naar dit besluit? Het is dan natuurlijk al een week terug. Ik heb natuurlijk ook mijn persoonlijke mening, maar ik heb in ieder geval als voorzitter ervoor gezorgd dat binnen de Jongerenraad het democratisch aan toe is gegaan. Het overgrootste deel van de Jongerenraad heeft aangegeven dat ze dus wilden blijven. We hebben dus uiteindelijk het uiteindelijke standpunt dat wij hebben gevormd was dus we blijven onder condities. En dat heeft men dus meegenomen afgelopen of vorige week zondag bij het congres. We hadden wel geen stembevoegdheid, maar men heeft in ieder geval ons zegje dat we hebben gedaan aangehoord en het meegenomen tijdens het congres. Wat zijn toch wel de condities vanuit de Jongerenraad? We hebben geen concrete condities op papier gezet, maar de zaak waarover we wel hebben gesproken is dat we sowieso meer faciliteiten willen of meer ontwikkelingen ten aanzien van het onderwijs. Zeer zeker ook wanneer het gaat om huisvesting van jongeren. En ook gewoon een leefbaar Suriname voor jongeren, dat ze op een gegeven moment echt wel een baan kunnen combineren met school. Ja, hoe lang geeft ik ga misschien niet praten voor de NPS helemaal, maar onder andere de jongeren zelf, toch wel de partij van Eluister, als dat ding niet gaat zoals de condities hadden voorgeschreven, dat jullie toch wel een tot een andere mening kunnen komen. Nou, bij ons zeggen we dat als de dingen vandaag al niet ingewilligd worden, dat we in feite morgen al eruit kunnen stappen. Maar je moet natuurlijk ook wel realistisch blijven en de mensen genoeg tijd geven om hetgene wat je hebt gevraagd daadwerkelijk te kunnen realiseren. De partij zelf die heeft dus ook gewoon in feite aangegeven ultimatum. En wij als Jongerenraad hebben ons ook gewoon in feite erin berust dat we dus meegaan met dat standpunt. En met hetzelfde ultimatum dat de partij zelf heeft gesteld. Ja. Danique, we hebben dus een training en aan het begin had ik gezegd een debat, maar het is dus een training onder andere, communicatietraining als ik het zo mag zeggen, waaronder debat een van de onderdelen is. Wat zal naar voren komen bij het volgende evenement van de NPS? Dus we zijn al een hele tijd bezig met onze kadertrainingen die door het scholingsinstituut worden georganiseerd. En deze keer zijn we dus met het laatste segment bezig, het derde segment, waarbij dus de debatvaardigheden aan de orde komen. En deze keer gaan we dus over de verschillende onderdelen die daarbij horen. Dus praten met de diverse mensen die daartoe zijn aangewezen, dus de verschillende trainers om het zo te zeggen. Ja, een debatvaardigheden, misschien kan je ons een beetje vertellen, wat mogen we allemaal verwachten bij zo'n training? Nou, we hebben natuurlijk drie sprekers, de heer Dirk Currie, de heer Kenneth Muringen en mevrouw Renate de Bies. En die gaan dus op de verschillende onderwerpen die ze natuurlijk hun zijn aangewezen in. En die hebben natuurlijk allemaal te maken met debatvaardigheden. Ik praat dan over onderwerpen zoals conflicthantering, onderhandelingsvaardigheden, communicatievaardigheden. Of zo'n beetje ook de inleiding van het debatteren, want natuurlijk moet je allemaal weten waarmee je bezig bent. En dat zijn dus enkele van de onderwerpen waarmee we bezig gaan zijn. Ik moet ook wel letterlijk erbij vermelden dat de mensen niet alleen bezig gaan zijn met echt gewoon, weet je, de theoretische, maar dat er ook gewoon daarbij opdrachten aan gekoppeld zijn in groepsverband. Dus men gaat zowel theoretisch als praktisch een beetje bezig zijn met de mensen die dit zullen volgen. Ja, waarom zou ik mee moeten aansluiten om mee te doen aan de debattraining? Nou, het is altijd goed voor je algehele kennis. We zijn ook gewoon bezig vanuit het scholingsinstituut om mensen vooral kader op te leiden vanuit de NPS. Ik moet ook daarbij uitdrukkelijk vermelden dat het niet alleen is voor NPS'ers, want vaak genoeg denken mensen ergens dat het alleen voor NPS'ers is. Maar het is voor iedereen die echt gewoon vindt van, hey, ik wil deze kennis opdoen, ik wil meer weten over het debatteren, ik wil er beter in worden. En het is dus gewoon toegankelijk voor iedereen die dus in feite geïnteresseerd is hierin. Ja, onder andere hoor je vaker, als we kijken naar de regering, ons parlement, maar over het algemeen hoor je dat Surinamers weten soms niet te communiceren. We weten de boodschap niet altijd goed over te brengen. Ja, ik denk dat je het ook al eerder hebt gehoord. Vaak hoor je van het ligt aan communicatie, het ligt aan communicatie. Ja, dan vraag je toch af van waar is toch wel het probleem?
Nou, ik denk dat een heleboel mensen de basics van communicatie niet kennen. Het is over het algemeen echt gewoon een probleem. En niet alleen binnen de politiek, maar ook gewoon in ons dagelijks leven. Ook gewoon als je kijkt naar vriendschappen, vrienden, noem maar op. Communicatie is meestal echt gewoon overal een probleem. Maar ik denk ook gewoon dat dit soort zaken, dit soort trainingen ervoor zorgen dat je het probleem in ieder geval een beetje kan indammen. En precies op een gegeven moment ook de tools hebt om te weten van hey, dit is de manier waarop ik wel moet communiceren en zaken wel op een kundige manier moet oplossen. Ja, momenteel krijg je eigenlijk een communicatievaardigheden pas op HBO-niveau, hè, waar je dus eigenlijk kan specialiseren om communicatiespecialist te worden. Hoe kijk je ernaar als we bijvoorbeeld een communicatievaardigheden onder andere zouden implementeren in ons onderwijs? Nou, het zou op zich niet slecht zijn, want ik blijf erbij dat communicatie inderdaad niet op HBO-niveau alleen gegeven moet worden. Het is in feite vanaf kleins af wanneer je bezig bent, ben je al met vormen van communicatie bezig. Dus het zou in feite inderdaad in het onderwijssysteem geïmplementeerd moeten worden. Vanaf kleins af, dat we dus inderdaad bezig zijn met vormen van communicatie. Echter, als je het goed bekijkt, is er al sprake daarvan, maar ik denk dat we het nog meer moeten uitbuiten. Ja. Danique van Vaarseveld, wanneer wordt deze dag gehouden? Nou, de debatvaart over het derde segment zal plaatsvinden op zaterdag 12 november en zondag 13 november. Zaterdag beginnen we om 10:30 's morgens en gaan door tot 16:30. En zondag is het dus vanaf 10:00 's morgens tot 2:00 in de middag. Dit is dus het laatste segment, haalde je aan, voor dit jaar. Mogen we volgend jaar meer van dergelijke trainingen verwachten van het scholinginstituut? Absoluut. Volgend jaar mogen jullie meer verwachten van het scholingsinstituut en natuurlijk van de jongerenraad zelf. Ja, misschien mensen die nog niet bekend zijn met het scholinstituut. Wat doet het scholinginstituut allemaal? Nou, het scholingsinstituut houdt zich, de naam zegt het in feite al. Het is echt gewoon het instituut van de Nationale Partij Suriname die zich bezighoudt met het trainen van kader of daarbij het scholen van kader. En net wat ik al eerder zei in het gesprek, het is dus niet alleen voor de NPS'ers, maar we willen eigenlijk ook gewoon een samenleving creëren waarbij mensen vaker op de hoogte gehouden worden van bepaalde zaken. Want we houden dus niet alleen trainingen, maar ook gewoon natuurlijk lezingen ten aanzien van bepaalde van de onderwerpen die nu echt gewoon trending zijn. En bij ons, of bij het scholingsinstituut, is het belangrijkste dus het scholen van kaders, zodat we op een gegeven moment echt gewoon daaruit zelf misschien ook uiteindelijk de opkomende politici kunnen kiezen. Ja, de opkomende politici, onder andere voor de Nationale Partij Suriname. Yes. Ja, een aantal partijen die zijn ook al begonnen met hun campagnes. En hoe staat de NPS er zelf voor? Wij zijn sowieso ook al begonnen met onze campagne. Zeer zeker nadat van afgelopen zondag is dat ook een van de zaken die de jongerenraad vooralsnog heeft aangehaald. Dat ongeacht of we zouden blijven of niet, dat voor ons in ieder geval het punt is aangebroken om nu nog meer naar buiten toe te treden. En nog meer op het veld te gaan en kenbaar te zijn bij de mensen. Is het moeilijk om campagne te voeren anno 2022? Gewoon op straat gaan en mensen vertellen over waarom je bijvoorbeeld voor de NPS zou kiezen. Merk je een verschil? Het is altijd wel een beetje moeilijk. Ik ga nooit zeggen dat het super makkelijk is. Want je hebt natuurlijk ook momenten dat mensen je niet willen aanhoren of je niet te woord willen staan. Maar het is er zeker niet makkelijk. Vooral als ik kijk naar de jongeren. Bij hun is het bijvoorbeeld echt wel een stukje moeilijker om ze over te halen. Om voor de partij te stemmen en de ideologie meestal uit te leggen. Omdat ze vaak genoeg denken dat het echt een partij is voor oudere mensen. Wat absoluut niet waar is. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat als je ze op de juiste manier kan overtuigen en mensen kan praten, dat het op een gegeven moment wel tot ze doordringen en dat ze langzamerhand wel beginnen te joinen. Waar heeft dat misschien aan gelegen, als je het zo bekijkt als voorzitter van de jongerenraad, dat men toch wel denkt dat de NPS een partij is voor ouderen? Nou, ik denk dat jongeren vooral vaak genoeg kijken naar de populistische handelingen die andere partijen plegen en denken dat dat in feite de norm is binnen politiek, de politieke sfeer. En ik denk dat dat vaak genoeg ook gewoon een heel belangrijke rol speelt wanneer zij dus uiteindelijk moeten kiezen voor een partij. Omdat ze dus eerder afgaan op populistische handelingen. Daar echt kijken naar feiten van partijen die op een rij zetten van hey, wat heeft de partij kunnen doen? Wat hebben ze allemaal kunnen realiseren? Wie waren de mensen die dat hebben kunnen doen? En ik denk dat dat vaak genoeg dus het probleem is van de jongeren, dat ze dus het onderscheid niet kunnen maken tussen echt
de keiharde feiten van wat de partij heeft kunnen doen en de populistische handelingen van andere partijen, waarbij het eigenlijk een beetje schijnbedrieg is van zaken waarbij het erop leek alsof ze wel hebben gewerkt, maar in feite niet zoveel voor de achterban hebben gedaan. Ja, maar als we praten dan, als je het zo bekijkt in Suriname, dan zou je zeggen dat het toch wel, je zou me corrigeren, dat het toch misschien een uitdaging is voor de NPS die misschien een andere kant kiest, terwijl je een groot deel misschien van de politieke partijen kiest voor een moderne vorm van politieke campagnevoering, als je het zo bekijkt. Het is altijd wel een uitdaging, maar ik denk dat we nu ook gewoon op het punt zijn beland, vooral vanuit de jongerenraad, dat wij ook gaan proberen om echt ook een beetje met die stroom mee te gaan, om zowel de traditionele politiek mee te nemen, maar ook natuurlijk met een stukje moderne politiek in te komen en natuurlijk daarbij de ondersteuning vanuit de jongerenraad naar de rest van de partij te geven. Dat men op een gegeven moment ook wel ziet dat er verjonging binnen de partij plaatsvindt, maar dat de overtuigingskracht misschien wel hetzelfde blijft, met een beetje moderne zaken ertussen. Ja, wat zijn toch wel zaken als voorzitter die je zegt van nee, richting misschien een beetje vroeger, maar richting 2025, zijn toch wel zaken die de NPS graag anders zou willen doen voor de jongeren? Ja, een beetje moeilijk om nu al erover te praten, maar als ik echt gewoon even globaal kijk, denk ik zeer zeker dat het huisvestingsprobleem echt een van de issues is waarover ik jongeren heel vaak hoor praten. En dat we toch wel daarop meer kunnen gaan focussen. Er zijn heel veel jongeren die op een gegeven moment wel vanaf vroegs af aan de ondernemingsmindset hebben. En ook gewoon verdere mogelijkheden willen hebben ten aanzien van hun studie, dus onderwijs. En ook gewoon vroegtijdig hun eigen perceel willen hebben, hun eigen woning, om zo vroeg mogelijk al zelfstandig te zijn. Ja, je merkt de afgelopen tijd dat je toch wel veel jongeren hebt die een onderneming zijn gestart, hè, vooral in COVID. Ja, toch wel goed teken, positief voor Suriname, toch? Absoluut, positief, ja. En des te meer omdat het positief is, moeten we gaan proberen om dit soort dingen juist meer te gaan koesteren. En ik sta er ook gewoon volledig achter, niet alleen als voorzitter jongerenraad, maar ook zelf als onderneemster, dat dit soort zaken meer aandacht krijgen en dat we de mogelijkheden echt gewoon gaan bekijken voor ondernemers, wat we nog meer voor ze kunnen doen. Ja, in het buitenland merk je dat men soms ook afstapt. We weten dat bij ondernemerschap je natuurlijk onderwijs niet erbuiten kan laten. Men stapt een beetje af van echt die traditionele onderwijs en meer richting doelgericht bezig is om bijvoorbeeld als het ware jongeren in dit geval te stimuleren om iets te worden in de maatschappij. Suriname hebben toch best wel een traditioneel onderwijs. Als ik bedoel, je moet een aantal vakken halen voordat je over kan gaan naar het volgend jaar. Eigenlijk pas op universitair of HBO niveau kan je een beetje gaan specificeren. Is het iets dat we toch wel zouden moeten gaan bekijken in de near future om toch wel mee te gaan met die stroom van het buitenland? Ik denk dat ik je daarbij gelijk ga moeten corrigeren. Onderwijs is zo toevallig ook een van de ministeries van de Nationale Partij Suriname. En we zijn nu al bezig met de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Om dus eigenlijk die overstap te maken van wat men kent als traditioneel onderwijs. Naar toch wel iets modern onderwijs. Waarbij we eigenlijk nu al bezig zijn met de diverse richtingen. Waar jongeren toch wel vanaf jongs af aan kunnen kiezen welk pad ze op willen gaan. Omdat we ook gewoon al merken binnen het onderwijs dat de traditionele manier van onderwijs voeren eigenlijk bijna niet meer werkbaar is. Maar we moeten natuurlijk ook meegaan met de ontwikkelingen binnen het onderwijs. En daarmee zijn we dus nu ook gewoon bezig, het onderwijs tenminste, het ministerie van Onderwijs is daarmee bezig, met de diverse richtingen waarbij jongeren dus in feite vanaf jongs af aan kunnen kiezen om in ieder geval zich verder te scholen in hetgene wat ze echt leuk vinden. Omdat we ook gewoon beseffen dat onderwijs ook gewoon, naast van het feit dat het sowieso belangrijk is en nodig is, dat je het ook natuurlijk leuk voor ze moet houden en rekening moet houden met de diverse leerlingen waarmee je te maken hebt. Want je hebt natuurlijk anderen die het praktische veel leuker vinden dan het theoretische. Dus vandaar dat het onderwijs nu ook gewoon bezig is met die verschillende ontwikkelingen en de vernieuwingen binnen het onderwijs. Hoe kijk je zelf een beetje actueel naar de zaken waarbij Staatsolie nu samenwerking is aangegaan met Natin om richting onze olie- en gasindustrie een leerjaar vak op te zetten? Nou, heel erg positief. Ik denk dat dat ook gewoon directe stimulans is voor de mensen die inderdaad zich willen gaan specialiseren in de oil- en gassector. Dat ze dus nu inderdaad de mogelijkheid hebben om zich daarin te gaan specialiseren.
Dus ik kijk er heel positief naar en ik hoop ook gewoon dat met deze aanzet die is gepleegd, dat er ook gewoon meerdere studierichtingen daaruit kunnen ontstaan, zodat er inderdaad ook gewoon op een gegeven moment op langer termijn meer mogelijkheden zijn voor jongeren om in ieder geval zich verder te kunnen specialiseren in deze sector. Nou, hartelijk bedankt voor je komst, Dani. En alvast succes straks met de debattraining. Hartelijk dank. Dat is dus Dani van Vaarseveld van de Nationale Partij Suriname, waarbij ze dus het derde segment, tenminste het scholinginstituut van de partij, zal dus het derde segment organiseren, tevens de laatste voor dit jaar, met een debattraining. Bij wie mag ze registreren? De registratie kan plaatsvinden via onze Facebookpagina. We hebben dus daar een Google-form waarbij men zich mag opgeven. En voor zo'n segment betaal je dus 100 SRD.